Welkom bij de podcast van de leerstoel Etienne Vermeers over gevaarlijke ideeën in de wetenschap. Ik denk als je erkent dat jongens bijvoorbeeld inherent meer geneigd zijn tot risicogedrag, tot fysieke competitie, tot fysieke agressie, dat we dan vooral moeten als maatschappij nadenken van kijk, hoe kunnen we die inherente neigingen van jongens in constructieve banen leiden. In de geest van Etienne Vermeers ga ik op zoek naar wetenschappelijke ideeën die op weerstand en verzet botsen. Ja, als je de heilige boeken, als je de Torah, als je de Bijbel, als je de Koran letterlijk neemt en denkt dat die heden ten dagen nog net zo moet worden aangewend als in de tijden van Mohammed. En als je denkt dat de manier waarop Mohammed toen leefde en handelde richtsnoer is voor het handelen van alle moslims heden ten dagen en dat we allemaal hem zoveel mogelijk moeten imiteren, dan heb je een groot probleem. Kijk, die technologie is bijzonder belangrijk voor Europa. We moeten dat echt dus uit die zeer strenge GGO-wetgeving gaan halen. Dat is dus geen enkel tegengeluid. Van waar komt de tegenstand? Over het algemeen van extreme middens. Terwijl je nu, en we zijn 25 jaar later, je hebt helemaal de hockeystick niet nodig om aan te tonen ten eerste dat het zoveel warmer is. Ja. En ten tweede, dus het grote verhaal van de hockeystick was, 1998 is het warmste jaar in de voorbije 1000 jaar. Mm-hmm. Maar 1998 is al lang niet meer het warmste jaar. Het wordt een heel andere kwestie op het moment dat je gaat zeggen van oké, nu meten we bij heel veel mensen intelligentie. En dan vinden we allerlei verschillen. Sommige mensen scoren hoog, andere scoren laag. Hoe ver kunnen we nou die verschillen toeschrijven aan erfelijkheid en aan omgeving? En dat is een heel groot onderzoeksgebied. En een heel belangrijk onderzoeksgebied. Maar de leek maakt al snel de fout om dan de stap te maken naar om het stukje individuele verschillen weg te laten in het debat. Maar dat is een cruciaal belangrijk aspect. Wil je de volgende afleveringen niet missen? Volg ons dan op Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcastkanaal.